Oké, welkom terug. Ik ben bezig met een project, dus een CO2-generator te maken. Je kunt namelijk van die dure apparaten kopen. Dat zijn gewoon emmers, er zit bepaalde stof in. Er wordt er iets aan toegevoegd en dan gaat CO2 produceren. Maar ik weet in ieder geval wel dat die dingen, dus een emmer, €50 kost en het werkt maar voor een aantal weken. CO2 kan heel makkelijk gegenereerd worden door simpel water, suiker en gist bij elkaar te mengen. Ja, ik wil gewoon weten van hoeveel CO2 produceert en die dingen allemaal. Ik heb de kleinschalige getest. Ik heb door een 1 liter fles voor een kwart te vullen ongeveer met water, suiker en gist. Een slang erin te douwen, fles ondersteboven te zetten, was een 3 liter fles. En te kijken hoe lang het duurt voordat die fles leeggepompt wordt. Want dan zie je gewoon dat het water eruit gedrukt wordt door de CO2 die gegenereerd wordt. Dus wat ik nu ga doen is even een grotere variant opmaken, dus een grote emmer. En ik ga dus suiker oplossen in water. Het voordeel van suiker en gist is, dit kost 87 cent, dit kost 59 cent. Je kunt het nog goedkoper maken door eventueel grootschalig in te kopen. De verhouding, ja, normaal gesproken doe je ongeveer op 1,5 kilo suiker, 1,5 liter water. Maar ik doe het gewoon vrij simpel. Ik ga 1,5 kilo oplossen in 2 liter water. En dan doe ik hier ook nog eens een keer 2 liter koud water aan toe. Dus dan heb ik een wat verdunderde variant. En dan doe ik gewoon 2 zakjes gist erbij. Om te kijken wat dat doet. Want nogmaals, ik ben nog steeds de verhouding aan het zoeken. Ik ga nogmaals dezelfde test uitvoeren die ik met een kleinschalige test heb gedaan. Dus met de fles, want ik heb daar ook bij gekeken van hoe hoog het opschuimt, die dingen allemaal. Dus ik zal waarschijnlijk een tweede tank moeten aanmaken. Maar ik ga eerst kijken wat het gewoon zo doet, want dat maakt het voor iedereen makkelijker. Ik heb zelfs stukken van die flessen dingen gekocht. Via AliExpress kun je ze gewoon kopen. Dan zou je 2 flessen kunnen koppelen. Maar ik bedacht me achteraf, het is misschien goedkoper en simpeler om gewoon een emmer te gebruiken, omdat het gelijk een groter volume is. Dus het kan gewoon veel meer CO2 produceren. Tussentijd begint het water warm te worden en de suiker begint langzaam op te lossen. Dus dan hebben we een tank. Die ongeveer voor, wat zal het zijn, iets minder dan de helft gevuld is. Want het is een 10 liter tank, 10 liter emmer, dus er zit wat 4 liter in. Ja, technisch gezien zal het iets meer zijn, omdat er suiker bij aan toegevoegd is geworden. Maar nu moet het gaan afkoelen tot pakweg 35 graden. Het zal veel warmer zijn dan dat. Maar ik heb in ieder geval een watertank aangemaakt. Er zit een heel klein beetje lucht in nog, maar ik kreeg niet alles eruit. Er zit hier een heel klein beetje water in, want als dat niet erin zou zitten, dan loopt het er gewoon uit. Ik heb het verhoogd door 2 messen om te leggen, want dan moeten we natuurlijk wel een slang onderdoor kunnen. Het slangetje gaat hieronder en de CO2 die gaat naar binnen. En het zorgt er gewoon dat het water verplaatst wordt en dat wordt opgevangen in de bak. De CO2 wordt opgevangen en zo kan ik ongeveer zien hoeveel CO2 er gegenereerd wordt binnen een bepaalde tijd. Nogmaals, ik probeer geen extreme hoge ppm's te halen, maar ik wil wel ongeveer tussen de 600 en 900 komen. Gewoon ietsjes hoger dan wat er in de buitennatuur is. Ik heb eerder met CO2 tanks gewerkt. Ik heb zelfs generators gehad. Maar dat is altijd een behoorlijke kosten. Want het apparaat zelf kost pakweg €60, €70. Dan heb je nog navul emmers nodig. Die kost ook €55. Je kunt er ongeveer 90 dagen mee doen. Dit dus werkt ongeveer optimaal tot 10 dagen. Dus als ik 9 pakken suiker moet gaan kopen, inclusief bakkersgist van 59 cent bij 3 zakjes, dan ben ik aanzienlijk goedkoper dan überhaupt een CO2 generator te kopen. Maar, er zit wel een grote maar in, een echte CO2 generator kan hogere concentraties behalen. Dus daarvoor ga ik nou ook even controleren van hoeveel flessen die ik kan afvullen binnen een x aantal minuten, uren, dagen, whatever. Nogmaals, ik heb net even het deksel gemaakt. Zoals je ziet, het is goed dichtgemaakt. Ik heb hem beide kanten dichtgemaakt, dus het kan er gewoon niet uit. En ik heb even pressure test gedaan. Er komt gewoon echt geen zuurstof doorheen. Maar ik ben geen alcohol-expert. Dit is gewoon een simpele CO2 generator. Er zijn mensen die dus echt letterlijk alcohol stoken, die hier veel meer verstand van hebben. Ik weet dat bakkersgist CO2 kan genereren, maar bij een bepaalde alcoholpercentage, volgens mij bij 14% of zo, 14 tot 17% meen ik.
sterft het af. Dat is bestaan. Gistsoorten die in een hogere alcoholpercentage kunnen leven. Maar dat weet ik even niet zeker. Er zijn, zullen waarschijnlijk wel leden zijn of mensen zijn die dat weten. Zijn er ideeën of wat dan ook? Laat het even weten in de reactielijst. Want nogmaals, het zijn altijd dingen die gedeeld kunnen worden. Ik gebruik trouwens 4 liter 2 zakjes gist. Ik heb me later verteld dat dat de sweet spot is. Ik weet niet. Oké, het gist is volledig gehydrateerd. Ik heb ondertussen ook een maatbeker gevuld met water. Daar heb ik een slangetje in gedaan. Ik ga nou de boel hierin pleuren. Nogmaals, je wilt het gewoon goed mengen, maar het is gewoon gist. En wanneer gist bij suiker gemengd wordt, dan gaat het CO2 en alcohol vormen. Ik ben niet een stoker, ik ben alleen maar CO2 aan het genereren. Maar ja, ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat dit gaat werken. Want nogmaals, ik heb al eerder een test uitgevoerd met een kleinere CO2 generator. Om te kijken wat het echt deed. En het werkte verrekt dus goed. Alleen, ja, ik hoop dat dit gewoon sneller werkt en beter werkt. Maar daarvoor is deze test. Deze kan erop. Oké. Als ik dus hierop druk, dan zie je gewoon duidelijk dat er al bubbels geblazen worden. Dus ik weet dat het gewoon werkt. Dus ik zal even timelapse aanzetten. Oké, we zijn bij de tent. Ik heb het test afgerond met de flessen. Jullie hebben het kunnen zien. Ik heb de tank hier neergezet. Dit is de tank met de slang. De slang die gaat via daar naar boven. En dan komt het hier via, via deze ingang naar binnen. Omdat CO2 zwaarder is dan zuurstof, zakt het als een baksteen. Komt bij de ventilator. En de ventilator verspreidt het. En dit zijn trouwens de Cocoloco planten. En zoals jullie zien, de planten zien er al fantastisch uit om mee te beginnen. Dus ik ben benieuwd wat CO2 generatortje voor mij gaat doen. Want nogmaals, ik kan het nog niet bevestigen of het gaat functioneren zoals ik wil. Want ik heb hier geen sensor. Er moet nog een sensor komen, ongeveer op die hoogte daar. Dus meestal op de hoogte van de bladeren wil je dat hebben. En dan kan ik gewoon kijken wat de percentage is. Maar aangezien dat hij nog niet binnen is, kan ik het nog niet bereiken. Oké, de test is afgelopen. Ik heb 7 dagen CO2 in de tent zitten pompen. En het resultaat spreekt voor zichzelf. Het is echt gewoon mega hard gaan groeien. Het is zelfs zo hard gaan groeien dat ik een beetje verbaasd van. Gewoon simpel echt verbaasd ben van hoe hard het werkt. Want ik weet dat CO2 toevoegen werkt. Want ik heb CO2 generator gehad. Eentje die op propaan werkte. Maar simpelweg water, gist en suiker had ik dit niet verwacht. Nogmaals, ik had een ppm waarde gehoopt tussen de 600 en 900. En bij dag 1 zat ik al op 1638 of zo. Ik zal hier de grafiek wel eerst plaatsen. En ja, we zijn eigenlijk continu boven de 1000 geweest tot en met dag 4. En bij dag 4 zijn we eigenlijk omlaag gegaan. Maar ik ben eigenlijk niet lager gekomen dan de 900. Ja, 898 plus minus 30 punten. Want de JQ200 die ik daar heb staan, die heb ik naast de professionele meter gehad. En het weekte maar 15 tot 30 punten continu. Algemeen doet het apparaatje meer dan voldoende voor wat ik nodig heb. Zoals ik zei, binnen 7 dagen is het van 1638 teruggebracht geworden naar 898. Minimaal, hè. Je hebt ook nog een maximum, dat was 951. Dus dat is helemaal top. Dus ik heb het aanzienlijk omhoog kunnen brengen. Want normaal gesproken in deze tent is het tussen de 400 en de 555. Er zijn mensen die zeggen dat de lampen de ook CO2 produceren. Ik weet niet of dat zo is, want het lijkt me een beetje stug. Maar nogmaals, daar heb ik geen verstand van. Wat ik wel weet is dat deze tent normaal gesproken behoorlijk snel onttrokken wordt van CO2 wanneer deze planten groot beginnen te worden. En dat is de reden waarom ik CO2 toevoeg. Want ja, planten groeien niet op zuurstof, planten groeien op CO2. En het is onlogisch om een dichte tent te hebben
Volledig op bloemmatsysteem, volledig geautomatiseerd en geen CO2 toe te voegen. Want nogmaals, de planten onttrekken CO2 uit de lucht en op een gegeven moment heb je een waarde die onder de 300 begint te komen. En als ze bij 250 begint te komen, dan krijgen de planten gewoon een groeistop. Dan zijn ze stunt en dan is het gewoon afgelopen, dan doen ze gewoon niks meer. Maar tussen de 900 was ongeveer het sweet spot. En er zijn natuurlijk mensen die andere waardes gebruiken, bij andere kwekers natuurlijk andere waardes. Dus ik probeer tussen de 600 en de 900 al. Laten we realistisch zijn, ik wilde gewoon wat meer CO2 genereren, maar ik kreeg vele malen meer dan ik verwacht had. Ik heb geen onderzoek gedaan bij YouTube, want dat wilde ik niet. Ik wilde ook geen onderzoek doen van hoe het aan elkaar zit. Ik wilde het gewoon op de heel billy manier doen, zo goedkoop mogelijk. En kijken of het efficiënt was. En nogmaals, met 1 euro per week, 1 euro per 10 dagen. Nogmaals, je kunt het vele malen langer trekken. Want tot de dag dat het niks meer genereert, dat zou je in principe gewoon kunnen gebruiken. Maar het genereerde nog steeds vandaag. En het is trouwens ook best grappig, want in de nachtperiode hoef je geen CO2 toe te voegen. Het slaat nergens op. Op het moment dat er geen fotosynthese plaatsvindt, nemen ze ook geen CO2 op. Of wanneer er geen zon is, nemen ze ook geen CO2 op, zo kan ik beter zeggen. Maar in de nachtperiode, wanneer alles af begint te koelen, werkte de generator ook minder efficiënt. En dan zag je gewoon echt zo'n daling gewoon. Dus de CO2-generator, ondanks dat hij continu CO2 pompt, hij werkt in de nacht minder efficiënt. En dat is eigenlijk ook de beste methode, want die emmers waar ik over sprak, dat is een of ander spul wat erin zit. Dat is gewoon organisch materiaal en dat is volgens mij bewerkt met een of ander schimmel of een of ander iets. En dat daardoor genereert het dus CO2. Dus dat kan ook gewoon niet uitgezet worden. Maar het kost 60 tot 70 euro en het werkt voor 19 dagen. Mijn hillbilly emmertje met 1 euro materiaal, wat overigens veel goedkoper kan zijn als je een bulk inkoopt, werkt voor 7 tot 10 dagen efficiënt genoeg om voldoende CO2 in de tent te pompen. Ik vraag me alleen af of het ook efficiënt is op het moment dat deze planten daar groot zijn en echt ontzettend veel CO2 op kunnen nemen. Maar voor nu kan ik in ieder geval bevestigen dat deze methode efficiënt is om CO2 toe te voegen. En nogmaals, ik zou eventueel nog een tweede of een derde tank toe kunnen voegen. En dan ben ik nog steeds goedkoper uit dan een simpele CO2 generator, zo'n emmertje wat je kunt kopen. Want hun schatten tussen de 12 en de 1500 ppm's kunnen genereren in een tent, dus in een gesloten omgeving. En dat zal natuurlijk wel plus minus 15% verlies zijn door wat uit een tent kon glippen en al die dingen. Maar ja, ik haalde dat ook, 9,75 gemiddeld met spikes van 1638. En ja goed, dat vind ik eigenlijk best wel een mooi resultaat, want als je ziet hoe hard die dingen groeien hier, dat is gewoon bizar. Maar ik heb dus een CO2 generator gehad, zo'n professionele, wat je met butaan of propaan in moest doen, ik weet even niet meer zeker. En die zet je dan in een hoek. En ja, dat stook je aan en door de vlam genereert het warmte CO2, maar het genereerde ook ontzettend veel vocht. En ik had meestal altijd dat de tent gewoon boven zijkens nat was en ontzettend heet was in de tent. En dat is gewoon niet praktisch. Oké, de tent is voor een aantal uren dicht geweest om eigenlijk de planten de mogelijkheid te geven om de CO2 te benuttigen die in de tent zat. En ze hebben het op 3,75 kunnen krijgen. Dus met een gesloten tent, want het loopt nou langzaam op omdat ik de tent dus open heb en het hier kan circuleren. Dus je ziet dat de planten gewoon ontzettend veel CO2 kunnen benuttigen binnen een hele korte periode. Buitenom dat, tot mijn kamer hier waar ik nou in sta en ik dus ook CO2 in produceren ben, hogere CO2 waarde is dan de binnenkant van de tent. Dus de tentwaarde zal nou langzaam stijgen. Maar ja, het is gewoon mooi om te zien dat iets werkt voor een paar euro. En nogmaals, behaal je de waardes niet, zou je eventueel nog altijd een extra emmer toe kunnen voegen. En zoals ik zei, ik heb verder eens geen onderzoek gedaan. Ik heb net wel even gekeken op YouTube en Facebook, omdat de test in principe afgerond is. Om te kijken wat de systemen zijn dat andere mensen gebruiken. Ik zie heel veel met flessen. Dus gewoon 1 of 2 liter fles. Het probleem is precies wat ik dus in het begin van het filmpje aan heb getoond met de eerste timelapse, is dat wanneer je maar zoveel water gebruikt of dat je de hele fles vol pleurt, er een hele dikke schuimkraag gaat komen. En ook al zou je een trap maken, dus een vangfles, en dan wordt het opgevangen, het schuimt er nog steeds doorheen. En dat is serieus een probleem. Maar ik heb het niet 1 keer gehad met een emmer. Dus omdat het waarschijnlijk een grotere oppervlakte is en de schuimkraag maar beperkt blijft. Dus en ik gebruikte maar 4 liter water met 1,5 kilo suiker. En 2 zakjes gisteren, dus ja, het werkte prima. Nogmaals, al zou het te weinig zijn, ik zou 2, 3, misschien zelfs 4 emmers kunnen aanmaken. En nog steeds goedkoper zijn dan de emmers die met die
met dat organisch materiaal wat erin zit, of whatever erin zit, wat CO2 genereert door de schimmels die de CO2 genereren. Want volgens mij is het gewoon organisch materiaal wat bewerkt is met een of andere spoor of schimmel, dat CO2 genereert. Dat het zo efficiënt was, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dus voor mij is het ook iets nieuws en dat is heel leuk om erachter te komen. Want het is niet alleen informatief voor DPL en voor de leden, maar ook informatief voor mij. Want nogmaals, het is voor mij natuurlijk een flinke kostenpost als ik hier een echte generator moet zetten. Maar de echte CO2 generator wat ik had, het was een heel leuk apparaat, maar het had gewoon te veel nadelen. En dat is ook de reden waarom ik een aantal jaar geleden ermee gestopt ben om CO2 te genereren. Maar nogmaals, ja, de test is afgerond. Ik ben blij dat ik er in ieder geval succesvol op ben geweest. En ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. Ik heb er in ieder geval iets van geleerd wat ik eigenlijk niet had wist. Ja, ik wist wel dat het iets kon genereren, maar ik wist niet dat de waarden zo hoog lagen. En ik ben blij dat het in ieder geval allemaal goed afgerond is. En voor de mensen die vragen hebben of informatie willen of wat dan ook, ik zou zeggen, meld je aan op de Facebookgroep Dutch Pepper Lovers. En voor de, als je nog niet aangemeld bent op mijn YouTube kanaal, nogmaals subscribe en like, dus met een belletje. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer er een nieuwe update is over, ja, bijvoorbeeld CO2 genereren. In ieder geval, dat was het hem. Dus tot de volgende keer.